Oorlog is een smerige zaak. Wij kunnen ons dat niet inbeelden, hoe dat, dat moet voelen. Hè? Om je huis te ontvluchten, om je stad te moeten ontvluchten, huis in puin, familie uiteengerukt. Uh, dode mensen op straat. Uh, noem maar op, onveiligheid tot en met. Energiecentrales die kapot worden geschoten door Rusland. Dus kou. Mensen hebben kou. Hè? Uh, soms geen voedsel meer. En daar, en, en, en daar, dus dat is oorlog. Wij kennen dat niet in België. Wij zitten hier comfortabel. We weten niet hoe goed dat we het eigenlijk hebben. Mm. België is een van de beste landen ter wereld om in te leven, maar we beseffen dat gewoon niet. Mm. Maar daar, dat is oorlog. Hè? Dus als die oorlog zich zo uitbreiden. Of wij de, dus, het, is, het is geen videospel. Hè? Dus wij in een rechtstreeks confrontatie met Russische militairen, alsjeblieft niet. Dus ik vind de terughoudendheid van. Uh, van Europa, van het Westen, ja, je kunt dat dubbelzinnig noemen en dat is het ook, maar terecht dat we toch een zekere voorzichtigheid hebben. Uppah. solidariteit. Zo belangrijk, we moeten daar actie voor ondernemen. <laughs> is een goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discourse met de Boys. We zijn hier vandaag met Wouter de Vriend, fractieleider van Ecolo Groen. Dus uh, welkom, welkom. Dank u, bedankt, dank uh, you, bedankt om tijd vrij te maken. Absolute. Voordat we starten, doen we het eerst even een chingetje. Absolute. Als je wilt meedrinken, moet je maar bekijken, maar we moet wel mee chingen. Allee. Dus, uh, ja. Ja. Allee, <laughs> ching, chingetje. <tus> voilà kijk okay, ook mee drinken Het is wel zoet. Oh, ja. Ja, ja, dat is of moeten eh, zeggen. Ja, het is zacht zo, hè. Maar ik ben eigenlijk ja. niet echt een uh, farme whisky denken. Ah, dan is dat goed. Wij ook, ook niet echt, zo. en dan, is dat, dan ja, voelt ja. dat iets aangenamer of ja, zo. Ja, zeker. Ja, ja, Oké, okay, goed. Nee, zoals altijd, en er juist ook uh, gezegd en bevestigd, um, kunnen we altijd duizenden in kanten uitgaan, omdat we niet specifiek een, een, een vragenlijst hebben of dergelijke. Uh, we kunnen misschien bij... Ja, het ding is... Groen, ik lo. Er zijn eigenlijk zoveel thematieken vandaag ook wel aan de gang, waar we het ook over kunnen hebben. Maar ik denk de kunst. Of, of onze kunst moet ook een beetje zijn om soms te ontsnappen aan de waan van de dag. Want het creëert anders altijd dezelfde gesprekken. Dat is een goed idee. ja. Uh, maar misschien gewoon een, een standaard vraag van, is er eigenlijk de laatste tijd iets wat u bezighoudt? Een bepaalde thematiek wat je zelf echt heel interessant vindt, die misschien soms iets minder prominent aanwezig is uh, in het dagelijks, of? Ja, ja ik, ik ben natuurlijk wel enorm bezig geweest met, uh, met, met heel het verhaal rond energie, hè. kernenergie, onze bevoorradingszekerheid, dat sowieso, maar dat is, dat is enorm in de actualiteit geweest. Ja. Uh, ik heb ook een, een, een vrij intensieve periode achter de rug rond het koloniaal verleden van België, ja. Ja, omdat ik daar voorzitter ben geweest van, uh, van een commissie in de Kamer, die eigenlijk uh, Alleen na, na vele decennia niks doen in de politiek en politiek België. Toch heeft beslist om daar eindelijk te proberen een aantal conclusies uit te trekken uit mm -hmm. dat koloniaal verleden. En om te gaan ja, welke lessen kunnen we trekken, welke acties, welke beleidsaanbevelingen kunnen we doen aan de, aan de, aan de regering. Um, en natuurlijk ook Oekraïne. Ja. Uh, dus okay. ik, ik ben. Um, ja, Lid van de commissie Defensie ook in de Kamer hè? Okay. Uh, en ook van de commissie Buitenlandse Zaken. En allee, oorlog in Europa, Oekraïne, hoe moet België zich daartoe verhouden? Wat kan België doen om Oekraïne te steunen? Dat is ja, absoluut iets wat mij enorm interesseert. Mm -hmm. uh, ja, zit ook bij, bij, bij een groene partij natuurlijk. Hè? Dus. Uh, uh, ik denk dat niemand houdt van oorlog, niemand houdt van geweld. Maar bon, Oekraïne vecht nu wel ook voor onze vrijheid in Europa, ook voor onze waarden. Hè. Uh, vandaar trouwens ook dat de Europese Unie zo, zo hard steunt en maatregelen neemt, ook tegen Rusland, sancties enzovoort. Maar dat is wel existentieel, het is, het is eigenlijk enorm benauwelijk. Hè. Mm -hmm. Wie had dat nog kunnen denken, oorlog in Europa? Maar we zijn er wel, hè? Ja, maar ja, de mens maakt oorlog. Dus op zich, ik denk ja. dat we lang misschien in goede tijden hebben geleefd, waardoor we zijn vergeten dat dat mogelijk is. Maar ik denk als je een beetje doorvraagt, de meeste mensen. Gaat ooit oorlog er volledig uitgaan, denk je? Uh, dat denk ik niet. Nee. Maar nee. je leefde wel in Europa in een soort waas. Hè? Ja, ja, maar Allee, en zeker het einde van de Koude Oorlog zo, jaren negentig. Iedereen dacht van er werden boeken geschreven over het einde van de geschiedenis. Hè? Uh, Francis Fukuyama, voilà, de, de liberale democratie heeft gewonnen, de Sovjet-Unie. Valt op zijn gat. Hm. Dus, voilà, democratie wordt verspreid over de hele wereld. Uh, we zien dat dat uh, sinds de jaren 90 eigenlijk helemaal niet het geval is geweest. Maar Europa zat wel. In zo'n uh, zo veronderstelling van, oké, okay, uh, we zijn welvarend, welvarend continent, hier komt er geen oorlog meer. En het is een ruw ontwaken, denk ik, voor een aantal, een aantal mensen die misschien te veel met dat naïeve geloof zaten van, hier in uh, Europa komt alles goed en hier kan er eigenlijk niks mee gebeuren. Hmm. Weet je wat ik altijd wel interessant vind? En misschien eigenlijk een vraag die nu heel toegespitst klinkt ineens, maar bon, uh, altijd wel een beetje mee gezeten is van. In het begin tijdens die, uh, de, de start van de oorlog, Oekraïne, Rusland, uh, ja, heeft de Europese Unie vrij snel toch vrij agressief gereageerd met een aantal sancties. Maar mijn eerste vraag was daar altijd van, goh, tot in hoeverre moeten we ons moeien? Maar dat is misschien een thematiek die we al dan niet kunnen behandelen, moet je zelf maar even aangeven. Maar het tweede van, oké, okay, stel we doen dat, raken we daar eigenlijk effectief... Poetin mee, want ik denk dat heel veel mensen en ook het idee van deze oorlog voornamelijk is dat Poetin eigenlijk zeg maar de oorlog creëert en et cetera. En niet zozeer Rusland als een geheel, ergo de bevolking iets minder. Mm -hmm. Maar hebben we met die sancties, waarin dat eigenlijk eh, in Rusland, zeker toch wel een, een, een grote, arme bevolking bestaat, niet voornamelijk de bevolking eigenlijk grotendeels geraakt in plaats van Poetin rechtstreeks zelf? Of, ja. of ben ik daar maar te. Misschien, simpel? Mi 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 huh? misschien eerst uw eerste vraag, van ja, moeten we ons daar eigenlijk wel moeien? Dat okay. is een goede vraag. Ja, ja. Bon, voor mij is het antwoord ook wel heel gemakkelijk. Ja, ja absoluut. En absoluut. Ja, allee, ten eerste, ik ben een grote believer uh, in. Um in democratie en in mensenrechten als universeel principe. Mm -hmm. En je kunt heel makkelijk zeggen: van ja, maar ja, er is oorlog in Oekraïne en heel Europa staat op zijn kop. En politiek België interesseert zich, geeft veel geld uit, probeert Oekraïners te, te beschermen, enzovoort. Maar kijk naar andere conflicten in de wereld: Israël-Palestina. Um, Jemen, uh, een, een, aantal, een aantal Afrikaanse conflicten, uh, enzovoort. Uh, India-Pakistan, uh, sluimerende mm -hmm. conflicten, ja, dat waar we juist. eigenlijk veel minder energie in stegen. Dat is absoluut uh -huh. waar. Uh -huh. Maar er zijn daar gewoon twee elementen. En hoe stom dat het ook klinkt, Oekraïne maakt deel uit van Europa, dat ligt dicht bij onze achtertuin. Uh -huh. Dus de betrokkenheid die je hebt, trouwens ook als mens, als individu, de betrokkenheid die je. Ja, de fysieke hebt. afstand heeft een fysieke impact Fysieke afstand, maar dan. Uh, sowieso, allee, kijk, kijk, kijk naar uzelf, uw familie, uw vrienden. Hé, daar heb je die beschermingsreflex. Ik denk politiek ook, oorlog, een invasie in een Europees land. Ja, dat gaat veel meer opspelen. Europese landen gaan zich veel meer betrokken voelen. Veel meer engagement ook tonen. En dat kan zeer onrechtvaardig zijn. En eigenlijk is het dat ook. Mm -hmm, Want mm -hmm. ondertussen, wie bekommerd zijn nog om de Palestijnen? Mm -hmm. En zelfs niet alleen oorlog, we hebben hongersnoden. Ja, he? hongersnoden ja, eh, ook, natuurlijk, humanitaire inderdaad. steun, wat we nu ook wel proberen te doen mm -hmm. voor, voor Oekraïne. Maar andere delen van de wereld worden aan hun lot overgelaten. Ja. Dat is absoluut zo. Kijk naar de Sahel bijvoorbeeld ook, mm -hmm. Noord-Afrika, wat daar gebeurt, oprukken van, 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 van jihadisme. Landen trekken zichzelf terug. Mm -hmm. België, Frankrijk, wij trekken ons meer en meer terug uit die landen, ook omdat we niet echt een oplossing zien. Mm -hmm. Misschien ook omdat we denken van het is wel simpel, hè, we kunnen dit militair oplossen. Nee, het is super, super complex mm -hmm. politiek, vaak. Dus ja, we moeten ons moeien. Is het onrechtvaardig dat we ons zoveel moeien in Oekraïne en veel minder in andere landen en regio's? Ja, evenzeer. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar het is geen reden om niks te doen. Waarom niet? Omdat, dus één, die betrokkenheid, wat ik al mm -hmm. zei, er is een logische menselijke reflex ook. Um, maar ook natuurlijk omwille van de bedreiging die Poetin vormt. Uh, als hij Oekraïne pakt, als hij Kiev pakt, dan uh, komen de Baltische Staten in het vizier, Georgië en dergelijke meer. Zijn we daar absoluut zeker van? Nee, maar is dat een reëel risico? Absoluut. Dus dan, 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 dan zit je met een risico op een veel grotere oorlog. Op het Europese continent dan, dan wanneer je nu enkel spreekt over, over Oekraïne. Over de sancties, hé, dat was uw ja. tweede vraag. Sancties moet je altijd zoveel mogelijk proberen te rechten tegen het regime, om het regime te verzwakken um, en om ook de financiering van, van, van een oorlog te verzwakken. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat heel veel Russische um, politici. Uh, op de sanctielijst zet, probeert om bijvoorbeeld te goeden geld dat ze hebben staan bij Europese banken te bevriezen, zolang ze daar niet meer aan kunnen. Dus dan tref je eigenlijk de Russische oligarchen ook, eh, die Poetin uh -huh. uh, rechtstreeks steunen, maar ook Russische politici die mee die oorlog eigenlijk uh, allee, aan de gang houden, dan tref je hen, dan tref je hen rechtstreeks. Uh -huh. Andere sancties uh, gaan over het verzwakken van de Russische economie omdat uh, oorlog voeren veel, veel geld kost. Nee, nee, nee. Uh, allee, het zijn gouden tijden trouwens voor wapenfabrikanten. Hè. Het is mm. te zot. Hè. Dus uh, wapenfabrieken, die, die sommige mensen willen niet investeren. Wapenfabrieken, goed, via loesje regimes, die, die, uh, die dan toch nog wapens kopen. Maar nu, ja, iedereen steunt uh, het Oekraïnse verzet. Dus... Uh, uh, ...landen doneren wapens uit hun eigen militaire stocks, ...maar landen die dat minder hebben, grote militaire stoks... ...België bijvoorbeeld... Eh, ...moeten dat dan aankopen bij defensiebedrijven... ...dus ja, mm. dat zijn bedrijven die aan, die aan, die aan het floreren zijn natuurlijk... ...kost allemaal geld, Rusland moet hetzelfde doen... ...mobilisatie van mensen, defensieindustrie, militair materiaal... ...munitie verschieten... Eh, mm. um, aan en een enorm tempo worden granaten afgevuurd, munitie wordt, wordt verschoten in Oekraïne. Oh, ja, maar... Dus dat betekent ja. Russische oh, economie verzwakken, het moeilijker maken, in de hoop dat dan die financiering van de oorlog ook stopt. Ja. Maar is Vandaar dat dan ook... effectief? Want de Rubel heeft zichzelf ook al grotendeels hersteld eh, tegenover voor de oorlog en dergelijke. Kijk, maar, maar, ze natuurlijk zien, al heel, ja, uh, maar we zien toch dat er effecten hier. zijn. Uh, het, is, het is normaal dat dat traag gaat. Waarom? Die Russische economie had uh, enorme kapitaalreserves. Hè, omwille van de verkoop van grondstoffen, ook ja, aan ons, mm, aan Europa. Mm. Hè, fossiele brandstoffen, ertsen uh, ook. Um, dus dat betekent dat die, dat die eigenlijk met een... Met een, met een, met een met, ja, heel veel inkomsten zaten van buitenlands kapitaal. Dus enorme kapitaalsreserves. Dus die hebben een, een enorme buffer, dat is waar. Maar je merkt toch dat die... Reserves uh, slinken mm. en dat de Russische economie ook wel onder druk staat. Dus die sanctiepakketten worden telkens onderhandeld. Trouwens, nu op dit moment wordt een tiende sanctiepakket tegen Rusland onderhandeld door de Europese Unie. Dus we zijn aan het kijken: van, oké, okay, wat moet daarbij behoren? Uh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we Rusland nog, nog, nog harder treffen? Uh, tref je daarmee een stuk van de bevolking? Ongetwijfeld wel. Ongetwijfeld wel. Ook omdat er regimes zijn die. Allez, niet als eerste bekommernis hun eigen bevolking hebben, mm -hmm. natuurlijk. Ja. En daarom ook dat gepleit, pleit, denk ik, dan voor die embargo op die diamantstop uh, van invoeren. Want dat was over laatst dat ik iets zag. Ja. Dat er op vier maanden iets van een 800 miljoen aan uh, diamanten ja, waren ja, 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 aangevoerd ja, ja. Ja, ja, door Antwerpen. Ja. Dat, is, dat is wel maf, eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Dus, allee, de verkoop van diamanten... Rusland is de grootste leverancier van diamanten in de wereld, hè? Hm? Um, dus dat heeft voor hen een opbrengst uh, gecreëerd van 4,5 miljard dollar in 2021. Ja. Uh, dus dat is een bron van inkomsten. Alleen, um, ja, we, hebben, we hebben tot nu toe uh, de verkoop van fossiele brandstoffen, import van goud bijvoorbeeld ook vanuit Rusland aan banden kunnen leggen. Hè? Ja. Um, maar diamanten bleven altijd buiten schot. En het rare is, in september vorig jaar stond de. Uh, het importverbod van Russische diamant, ja. ruwe diamant, hè, stond daar op een ontwerp sanctielijst van de Europese Unie. Maar dat is daar afgevlogen. Dus op de finale sanctielijst kwamen diamanten eigenlijk niet meer, niet meer voor. Ja. Wat wij wel weten is dat die lobbying enorm is vanuit de diamantsector. Ja. Uiteraard, enorme financiële belangen. Ook voor België, ook voor Antwerpen. Natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus allee, het is wel mijn hoop, en het is ook wel iets wat wij op tafel hebben gelegd. Ik ben de regering, maar groen. Uh, al een aantal maanden, sinds de start in feite van de Russische uh, oorlog in, uh, in Oekraïne, om die diamanten echt op te nemen op die sanctielijst. Ja. Okay. Ook omdat de, de uh, diamantsector, diamanthandel in Rusland, is quasi volledig in handen van Alrosa. En dat is een uh, Russisch bedrijf, maar dat wel voor een derde in handen is van Rusland zelf. Dus dat is eigenlijk een semi-staatsbedrijf, uh, uh. ja, ja. dat bovendien ook nog eens banden heeft met het Russisch militair apparaat. Ja. Met de duikboten bijvoorbeeld en ook met de nucleaire sector. Dus dat is daar één pot nat, eigenlijk, in Rusland. Dat is een bedrijf dat rechtstreeks die oorlogsmachine financiert. Hoe? Omdat wij die Russische diamanten bleven aankopen. Ja. Misschien, um, oh, ik heb zoveel vragen, maar interessant, we zijn er wel ingevlogen. Ja. Misschien uh, een opvolgvraag, ik, bon, we zullen wel zien. Anyway, uh, Rusland is waarschijnlijk nooit de grootste fan geweest van het Westen ooit, nu gaat hij dat zeker ook niet groter worden, op zich uh, welk belang dat we daarbij hebben, laat ik in het midden. Maar uh, er is wel sowieso een argument te maken waarin dat het Westen, als je het zo mag noemen, een zekere... Uh, met een zekere voorzichtigheid kijkt naar Azië en China, et cetera, et cetera. Is het niet zo dat we nu eigenlijk die banden allemaal zijn aan het versterken indirect? En dat ze meer en meer onafhankelijk van ons economisch gaan worden? Ergo dat we op die manier eigenlijk ook minder invloed in de toekomst gaan kunnen uitoefenen daarop door dergelijke sancties. Dat we eigenlijk onze eigen positie op die manier verzwakken, omdat we net onze banden meer uit elkaar duwen. Ten aanzien van Rusland, hé, bedoel je toch? Ja. Dat ja, ja. We, ja. Ja, wij dus ja, Rusland gaan meer naar Azië ja, trekken ja, 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 dat en dat da, da, da heel mm. de, de ja. wereldorde een beetje terugschuffelen. Of de geopolitieke. Ja. Ja. Of is dat, dat is, te snel eh, nee, het nee, is nee, allemaal nee, simplistisch? Nee, nee, ja, nee, dus... nee, dat is niet simplistisch, dat is zelfs absoluut waar. Uh, je, je isoleert Rusland, sanctioneert Rusland, alleen onrechtstreeks uh, wordt er met ons militair materiaal eigenlijk gevochten tegen Rusland, dus je duwt Rusland verder van je af. Mm -hmm. Rusland heeft dan geprobeerd eigenlijk sinds de start van de oorlog om de banden, zoals hij zegt, met, met bijvoorbeeld China verder aan te halen. Uh, dus dat is, dat is feitelijk juist. Hè. De vraag is of dat we veel alternatief hebben, natuurlijk, in zo'n situatie. Maar ik denk wel. Um, ik denk dat je altijd eigenlijk moet blijven praten met Rusland. Dat je altijd de diplomatieke ja, poorten moet blijven openzetten. Mm -hmm. Op het moment dat er vanuit Rusland een signaal komt van oké, okay, nee, we willen het misschien anders gaan doen. Hey, er is misschien een opening. Laat mm -hmm. ons proberen om tot vrede te komen, dan vind ik dat die deuren altijd moeten openstaan. Absoluut. Ook omdat je. Een stuk, en dat is misschien niet zo populair... ...of dat klinkt misschien wat vreemd... ...maar je moet altijd respect blijven hebben voor Rusland. Ook vanuit Europa. Waarom? Dat is nu eenmaal een regionale grootmacht. Ja, ja. Dus, dus je moet daar niet te geringschattend niet over doen. Dus, niet denken alsof dat, dat een kleine vlieg op de muur is. Nee, uh -huh. Rusland is wel Rusland. Um, je zit nu absoluut in een conflict met Rusland, ja. Maar je moet openstaan voor verandering binnen, binnen Rusland zelf ook. En effectief oog hebben voor het grotere plaatje... Uh, dus dat betekent enerzijds ja, ook wel andere landen in de wereld diplomatiek proberen te bewerken en proberen duidelijk te maken van kijk, die oorlog in Oekraïne... Uh, dat is niet alleen van humanitair oogpunt misdadig, raketten op appartementsgebouwen, op ziekenhuizen enzovoort. Maar uh, het is ook geopolitiek eigenlijk niet interessant, omdat dat gewoon de wereld destabiliseert. En dat is een argument dat waarvoor China bijvoorbeeld oor heeft. China houdt van harmonie, hmm. ook in de wereldpolitiek. Liefst een hmm. harmonie die zij zelf een stuk kunnen ja, domineren ja, en naar zijn eigen hand kunnen zetten, natuurlijk, hmm. maar toch. Al te veel onzekerheid, onvoorspelbaarheid en, en, en accidenten die gebeuren is, is, is voor niemand goed en China houdt daar niet van. Dus uw diplomatie met China moet wel, moet wel op pijl blijven, proberen hen daarvan te overtuigen en tot een gezamenlijke aanpak eventueel uh, te, uh, te komen. Maar uh, allee, de wereld is geen sprookje, hè. het is het nooit geweest. We hebben misschien iets te lang gedacht sinds de jaren negentig dat het weer een sprookje, of dat het een sprookje kon worden. Maar dat is niet het geval. Dus uh, als je een realistische kijk, de, kijk hebt op internationale politiek, weet je dat het gaat om machtsverhoudingen, om competitie ook uh, tussen een aantal blokken. Soms heb je in de wereld gezien is één land dat echt hegemonie heeft. Andere, hmm. andere tijdperken heb je twee blokken tegenover elkaar. Ik denk dat we nu, maar dat is ook niet nieuw. Iedereen weet dat. Dat een stuk gaat naar meer, ja, een multipolaire wereld. Hmm. Verschillende landen of, of blokken die uh, competitief zijn ten opzichte van, uh, ten opzichte van ja, elkaar. Heel Ik ben zo gelukkig dat wij nog de Europese Unie hebben, maar ook de Verenigde Naties bijvoorbeeld, ook het Internationaal Strafhof. Ik ben ervan overtuigd, mochten wij nu dergelijke organisaties, wereldwijde overleg voeren, eh, die toch een mm. en ander kunnen beslissen, volgens mij is daar nu geen ruimte meer voor, om zo, of geen politieke wel, om, om zoiets nog op te richten. Dus gelukkig mm. hebben we nog een aantal. Mondiale systemen die proberen een beetje sturing te geven aan onze, aan onze wereld. Waar vandaag de dag denk ik dat het heel moeilijk zou zijn om ze op te richten. Ik denk inderdaad, in het eet van de strijd dat iedereen dan elk blokje apart voor zijn eigen gaat denken en nog moeilijker inderdaad zal samenwerken, met, ook al is ze naast elkaar. Dus dan is het goed dat ze inderdaad in de rustige periodes opbouwen aan zoiets, om een beetje prepared te zijn voor wat er nu gebeurt, denk ik. Mm -hmm. En is zeg maar een beetje zo dat, dat noodzakelijke kwaad van ja iedereen is er nu, iedereen moet ook met elkaar leren samenleven, als land als geopolitiek gezien. Hè? Want, en dat is een beetje natuurlijk uh, wat je ook zegt. Is dat ook de reden, puur filosofisch gezien, hè? want praktisch veel meer complex dan dat. Maar waarom dat uh, heel specifiek Europa zo'n half standpunt inneemt. Want in theorie nemen we een half standpunt in, want we steunen Oekraïne, maar niet echt, maar ook weer wel. Want iedereen uiteindelijk zou echt wel kunnen doorduwen om het zeg maar ja, even te kunnen duwen. Maar mm -hmm. het probleem is beide. Kampen in dit geval kunnen duwen. En nu is er eigenlijk zo'n soort van uithongeringsstrategie precies bezig. Wanneer het gewoon is van, wie kan het het langste rekken en volhouden? Hè? Wie, wie houdt eigenlijk het langste stand? Hij is een standpunt vol. Ja. Want, ja, nogmaals, niet, ik denk dat Europa participeert ook niet 100% volledig. Het is toch zo'n een, een slightly hands-off, want we willen ook niet te hard agiteren. Of... Ja. Nee, maar ook, ook wel terecht. Hè. Ik denk dat dat een constant afwegen is van hoe ver kun je gaan zonder onnodige risico's te nemen. Oh, ja. Maar je wilt ook niet verzeild raken in een rechtstreekse confrontatie met Rusland. Ja. Dat is de reden waarom dat. Maar inderdaad, het is, het, is een stukje... ja, het is een stukje dubbelzinnig. Dus daarin heb je absoluut gelijk. Als wij, als wij tanks sturen, misschien straks ook gevechtsvliegtuigen, dan spreek je over zeer zwaar militair materiaal. Maar wat je absoluut wil vermijden, is dat je zelf in zo'n jachtvliegtuig zit en in confrontatie komt met de Russische mig bijvoorbeeld. Hè? Of dat je zelf soldaten stuurt, Westerse soldaten, naar Oekraïne hè? om daar te gaan vechten tegenover, tegenover Russen. Um, het is niet voor niks dat de opleiding van Oekraïense soldaten bijvoorbeeld niet gebeurt in Oekraïne zelf, maar wel in andere landen. Hè? Dus. Allee, Europa, het Westen, is, is zeer bang, ik denk terecht, om in een rechtstreeks confrontatie te komen met mm. Rusland. Want dan is het hak hek van de dam, hè. Alleen, nu... Ja, het en... zal er niet verder Oorlog, Oorlog is een smerige zaak. Wij kunnen ons dat niet inbeelden, hoe dat, dat moet voelen. Hè? Om je mm. huis te ontvluchten, om je stad te moeten ontvluchten. Huis in puin, familie uiteengerukt. Uh, dode mensen op straat, uh, noem maar op. Onveiligheid tot en met. Energiecentrales die kapot worden geschoten door Rusland. Dus kou, mensen hebben kou, hè. Uh, soms geen voedsel meer en daar, en, en, en daar. Dus dat is oorlog. Wij kennen dat niet in België. Wij zitten hier comfortabel. We weten niet hoe goed dat we het eigenlijk hebben. Mm. België is een van de beste landen ter wereld om in te leven, maar we beseffen dat gewoon niet. Mm. Maar daar, dat is oorlog. Hè? Dus als die oorlog zich zo uitbreiden. Het is dus, 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 dus geen videospel. Hè? Dus wij in een rechtstreeks confrontatie met Russische militairen, alsjeblieft niet. Dus ik vind de terughoudendheid van. Uh, van Europa, van het Westen, ja. je kunt dat dubbelzinnig noemen, en dat is het ook, maar terecht dat we toch een zekere voorzichtigheid hebben. Ja, nee, 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 absoluut. Maar uiteindelijk, ik denk ook wel, langs de andere kant, eh, Rusland is zeker al imperialisme, maar in zekere mate ook maar ja. tot waar de Sovjet-Unie historisch gekend was, of dat is zo'n beetje de analyse, dus ze mikken ook zeker niet op heel Europa over te nemen, of alleszins, wat een aanname hier om te doen, terwijl ik er niks van ken, maar ik nee. denk dat dat wel een beetje de consensus is om voornamelijk een aantal gebieden eigenlijk terug erbij te willen hebben. Je zou humanistisch een extreem standpunt kunnen zeggen eigenlijk, we hebben geen normen en waarden buiten mensenleed, ergo, pak de gebieden en zo vermijden we eigenlijk het meeste mensenleed. Ja, maar als je maar, ziet maar wat, er, een... wat er gebeurt is in bezet gebied in Oekraïne, dan weet je dat ja, ja, daar nog altijd een enorme, een enorme menselijke kost is. Dus, hmm. allez, zelfs in dat extreme geval, hé, en inderdaad, want ik, ik heb dat ook hier en daar een keer gelezen, van uh, zo Oekraïne zich beter niet... Dat was in het begin, hè, februari, maart. Zo Oekraïne zegt niet die beter snel overgeven ja, plooien. Ja. Op die manier geef je het land over aan de Russische bezetter, stopt de oorlog en is de menselijke kost de veel kleiner. Ja. Ja. Maar dus, allee, twee grote bezwaren. Ten eerste: um, je zal altijd verzet blijven hebben. Hè? Dus alleen. Ja, de Oekraïners, verder, zullen, ja. Oekraïners zullen dat niet aanvaarden. Dus je gaat, het conflict zal verder. En bovendien in het bezet gebied. Allee, we, we weten nu allemaal tot welke ruweldaden. de Russische bezetter in staat is geweest. Hè. We weten dat. Hè. Men pakt mensen op. Uh, martelingen, uh, executies, uh, buitenrechtelijke executies, hè, recht staat totaal afwezig. Dus dat is de realiteit van de Russische bezetting. Als je dat had mogelijk gemaakt in, 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 in gans Oekraïne, ik denk dat de menselijke kost ook zeer, zeer hoog zou zijn. Maar twee, uh, Oekraïne opgeven betekent misschien dat het vizier van Poetin zich naar andere landen richt. Dan, 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 dan geef je, ja dan geef je hem ook vrijgeleide Je moet je ook inbeelden welke boodschap geef je dan eigenlijk. Ja, 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 van ja, ja, want dan zeg je, doe maar, hè. genoeg, ja, hey, nou, voilà, ja, en, en inderdaad, he? dus wij dus oh, ja, plooien, we ja, maar, durven ja. niet, we, geven, we, we bieden geen weerstand. Ja. Iemand als Poetin, dat is geen vredesduif, helaas, helaas. Die heeft een andere agenda, andere belangen, dus het zijn niet allemaal liefertjes in en die de wereldpolitiek naam, denk maar, denk die, doe, maar die, die zou dan misschien andere landen in het vizier kunnen nemen, ja, met alle gevolgen van die, hè. Yeah. Maar hij heeft het dan toch ook uiteindelijk in 2010-80 gedaan met Krim en dat is eigenlijk wel min of meer geaccepteerd, maar een heel andere situatie. Uh, ja, maar we zijn, daar te, te we zijn nou. daar te soft geweest. Dus in 2014 is de Krim geannexeerd. Hè? Um, en ja, die sancties tegenover die Russische daad eigenlijk, van agressie van, van waren, ja, waren eigenlijk te flauw. We, we zijn te soft opgeven. geweest. Daar hadden we eigenlijk al een rode lijn moeten trekken. En uh. daar we... Alleen. Um, het is dus nooit gepaard geweest met, met zoveel oorlogsveld als dat we nu zien. Dus de, de inval in de Krim was eigenlijk al bij al vrij easy. Dus, uh... Maar was er dan effectief meer steun om ook effectief terug onderdeel te worden van eigenlijk... Ja, dat is hetgeen waar Rusland beweert, hey, natuurlijk. Dus hmm. Rusland zegt van, uh, oké, okay, de Krim is, moet, moet eigenlijk aangehaakt worden. Bij ons is altijd ja, deel geweest van hey, het grotere Rusland. Dus uh, dat is ook het argument dat ze nu gebruiken voor de oostelijke gebieden in, in Oekraïne, hmm. waar effectief... Meer Russisch sprekende zijn, waar de steun voor Rusland onder de bevolking ook effectief een stuk mm -hmm. groter is. Maar dat neemt niet weg dat Oekraïne een onafhankelijke staat is, mm -hmm. autonoom. Dus Oekraïne mm -hmm. heeft het recht om zelf te beslissen over zijn toekomst. Mm -hmm. Dat is een belangrijk principe in het internationaal recht. Yes. Dus het zal niet Poetin zijn mm -hmm. uh, die met behulp van Wit-Rusland wit een land binnenvalt, die, die, die zomaar de wet daar kan gaan dicteren. Dat, nee, nee. dat, dat kun je eigenlijk niet aanvaarden. Mm -hmm. He? Maar je geeft een vinger en men pakt uh, een arm. Hmm. Maar het was, corrigeer me als ik fout ben, hè? maar het was um, toch niet per se. Um omdat ze onafhankelijk zijn en dat niet meer mochten zijn. Het was vooral omdat ze bij de NATO wouden gaan. Hè. Die keuze specifiek, denk ik. Hè. Dat, dat alles heeft ons gehoord. ze de onafhankelijkheid of... verloren ja. als buffergebied. Zo. Ja. Uh, ja. Ik denk niet dat Rusland een probleem had met de onafhankelijkheid, maar wel het feit dat ze dan bij de NATO wouden horen. Ja, dat is, om, om, dat op, is de, de retoriek natuurlijk van Rusland. Hè. Ja. Van uh, oké, okay, we voelen ons bedreigd omdat Oekraïne bij de NAVO ging, ging gaan. Ja. Eventueel zelfs bij de, bij de Europese Unie. Um, ja. Ten eerste is dat geen excuus om een land binnen te vallen, hè? en daar alles uh, uh, kort en klein te Maar waarschijnlijk te zal er dus wel dat... behind the scenes veel onderhandeld zijn. Ik denk niet dat er iemand plots over het is gegaan zonder de waarschuwing of dergelijke, hè? nee? Of is dat echt... Zo snel gescaleerd stond, ik ga er nu wel vanuit dat, uit is dat niet, er dat is diplomaten de, zijn de, geweest die dat toch eerst hebben uh, geprobeerd ja, te spreken. Ja, er zijn diplomaten. Ik herinner u ook, ook, ook de contacten tussen Macron bijvoorbeeld en, 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 en Rusland, tussen de Europese Unie. Dus men zag die troepen opbouwen in Rusland, in richting Oekraïne, en toen is er inderdaad heel veel diplomatiek overleg geweest. Um, ja, kijk, allee, ik, ik zelf, um, over de uitbreiding van de NAVO. Hey, in feite is de NAVO een beetje een, een, een anachronisme. Dat is iets uit het verleden van de Koude Oorlog dat eigenlijk er best niet meer, niet, meer, niet meer zou zijn. Op dit moment wel, uiteraard. Ik pleit niet voor het verdwijnen van de NAVO of voor de terugtrekking van België uit de NAVO. Mm -hmm. um, maar de NAVO is wel een relikt van de Koude Oorlog. Het Warschau-pact is wel opgegeven, bestaat wel niet meer. De NAVO was oorspronkelijk wel een, een, een militaire organisatie gericht tegenover de Sovjet-Unie. Een stuk bescherming, collectieve bescherming mm -hmm. van de lidstaten. Maar je zat in een, in een, in een allez, bipolaire situatie natuurlijk. NAVO tegen Warschau-pact. Eigenlijk hadden we... En ik denk dat daar, uh, als je terugblikt in de jaren 90 hadden we eigenlijk moeten proberen om tot een nieuwe veiligheidsarchitectuur te komen in Europa met inbreng van Rusland. Hè. Um, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, uh, waren de banden met Rusland veel beter dan ze ja, uh, in de jaren 2010 tot nu zijn, zijn, zijn geweest. Hè. Sinds Poetin zijn die relaties enorm verslechterd. Hè. Ja. Um, dus ik denk dat we daar wel kansen hebben laten liggen. Het is allemaal niet simpel, hè? Mm -hmm. uh, dus verre van. Hè? Ik bedoel, maar toch denk ik dat we daar een aantal kansen hebben, uh, hebben, uh, hebben laten liggen. En ik denk, het tweede algemeen principe is misschien toch ook wel ja, een stuk respect voor de Russische geschiedenis voor de Russische ziel ook, waarbij je respect hebt voor de bevolking, maar ook voor, maar ook voor de leiders van dat land. Mm. Um, en wellicht heeft men in Rusland onvoldoende dat respect gevoeld doorheen de, 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 de voorbije paar decennia. Um, dus ik denk dat het gevoel van vernedering, mm. daar absoluut, dat is ook hetgeen wat, wat een aantal auteurs daarover zeggen, um, het Westen en de Europese Unie heeft Rusland... De les willen spellen uh, rond mensenrechten, bijvoorbeeld, en dergelijke meer. En ja, het gaat dan misschien ook over de manier waarop, uh, in ieder geval, is dat, is dat alles heel slecht gevallen en is er een soort Russische revolt ontstaan ja. tegen. Um, ...pogingen vanuit het Westen, vanuit Europa, om al te veel invloed ja, uit te oefenen ja, ja, ja. over Rusland en ook over de, de cultuur... Het Westen is wel relatief ja, arrogant in ons Ik denk, denk dat een hele voorgeschiedenis heeft, een, een, een gevoelenskwestie voor Rusland, en dat dan Oekraïne net een druppel in de emmer was, om dan te zeggen, ja nee, hier trekken wij de lijn dan eigenlijk. Uit schrik, ja. om zelf ja. uw machtspositie... Ja. Ja, ja per te zien. Ik denk dat dat een element is van verklaring, maar geen element van begrip ja, natuurlijk. Nee, dat mag niet. Ik denk dat, ik denk dat we moeten dus dat we terugblikken. Te nee, nee, maar ik, ik denk dat we moeten terugblikken op die geschiedenis ook. Hopelijk om lessen te trekken voor de toekomst. Mm -hmm. um, stel, scenario: Rusland wordt verslagen in Oekraïne, op een of andere manier. Wat is verslagen? Wat is, uh... Ja, voilà, wat is verslagen? Mm -hmm. Dat kan zijn, natuurlijk. Dan, ja, maar uh... dat kan zijn dat de, dus, dus de offensieve plannen van Rusland uh, worden gedwarsboomd. Hè? Dus Rusland kan zijn militaire strategische doelstellingen niet behalen. Mm -hmm. Moet zich meer en meer terugtrekken tot op een bepaald punt. Daarom niet tot op de grens Oekraïne-Rusland. Ja. Maar oké. Okay, Oekraïne is aan de winnende hand en dan zit je met een soort bevriezing van de, front, van de frontlinies. En er is eigenlijk geen noemenswaardig Russisch offensief meer. Nee. Ik denk dat je dan kunt spreken over een soort Russische nederlaag. Maar dan is die stap al heel belangrijk. Hoe ga je dan om met dat verslagen Rusland? Mm -hmm. hè? Met een Poetin die intern in het Kremlin ook meer en meer onder druk zal komen te staan, wat je nu ook al ziet. Hè? Nee, ja, ja. Um, je ziet daar, daar uh, alleen de machtsspelletjes die. Uh, die, uh, die toenemen natuurlijk, ook omdat het offensief niet loopt zoals, zoals gepland. Uh, maar hoe ga je dan om met zo'n gewond dier? Nee, hè? Ja, best uh, Wel, ook, en hè? dan effectief de les van de jaren negentig, dan dan toch misschien op een andere manier proberen te doen. Omdat je het risico bijvoorbeeld hebt dat er nog ergere extremisten dan Poetin aan de macht komen in Rusland. Hm. Uh, dus, dus dat zal dan... Ja, dan, dan ga je echt... Een, een zeer weloverwogen, voorzichtige, empathische diplomatie nodig hebben. Hm. He? Dus niet de cowboy-mentaliteit, maar op een, uh, op, een, op, een, op een andere manier te werk gaan, denk ik. Ja. Ja, ja, super interessant. Zegt ja. uh, wel. Dat is wel ja. zo moeilijk. Uh, pittige, pittige thematiek. Ja, hmm. ik ben misschien uh, gewoon even een, uh, een vraag en zo aan een ander onderwerp gaan. Of, we kunnen nog uh, heel lang over spreken. Maar uh, niet om het te uh, reduceren tot een, uh, een gore pronostiek. Maar bij deze, wat verwacht je in de komende ja nou, periode want ik weet initieel was zo het verwachtingspatroon dat van... vrij snel ging zo naïef yeah. want ik denk geen enkele oorlog is zo so ver vrij snel uh, gevoerd is zijn, maar dus eerder dat zonder sommige zo dan de regel bedoel je in het voordeel van Rusland het voordeel van maar ja het gewoon Zoals, dat ja. het een eindstandpunt ja. eh, ja, 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 whatever ja. it may be ja. maar um, ik denk dat dat lang duidelijk is en dat het geen korte uh, ja. kort en ik kort denk vanuit de zijn. westerse blik vooral dat Rusland vrij snel ging stoppen omdat het was constant maken van oh, maar zien we van jaren tachtig tanks ja, maar ah, iedereen maar, heeft blitskrieg in yeah zijn hoofd maar dat is de is, is, is gelukkig mislukt, maar het scheelde niet veel. Hè? Dus dat was werkelijk. toen was er nog geen sprake van westerse militaire steun. Hè? Ja. Dus het scheelde niet veel. Hè? Hm. Um, allee, ik denk. Um, maar bon, als je, als je nu kijkt naar de huidige, naar de huidige situatie. Ja, ik denk dat iedereen ook wel had gehoopt dat, dat de Oekraïnse reactie. Eigenlijk al, uh, al veel verder had, uh, had, had, had gestaan. Uh, het zag er goed uit, he, zo in de zomer. Mm -hmm. Maar in het najaar, het late najaar van vorig jaar, is dat eigenlijk een stukje gestokt. Ook omdat je gewoon met de wet van de grote getallen zit. Alleen mm -hmm. Rusland is in staat om ja, tot tuurlijk. 2 miljoen mensen te mobiliseren, in theorie. Maar ze gaan nu Ken naar 300.000, 500.000, is, ja. is al sprake van. Dus ja, Oekraïne moet een frontlijn verdedigen van 1300 kilometer. Mm. Met een veel, veel kleiner, kleiner leren, ja, natuurlijk. Kleinere ja. economie ook. Ja. Dus, bon, dat is allemaal niet zo. Maar wat ik wel denk, u vroeg een pronostiek. Uh, ik denk dat het Westen Oekraïne niet zal laten verliezen. Uh, mm -hmm. Dus dat betekent okay. dat, uh, dat die militaire steun, economische steun, en wie weet waar het zal eindigen allemaal, maar dat maar dat, ja, dat absoluut Dat is wel een dat, dat is wel een langer. want dan is het echt wel... Als uh, dus Europa dat er... zegt, we, we laten ze niet verlezen, ja, Rusland gaat ook niet direct een handdoek in de ring gooien, zeker als ze inderdaad al die mobilisatie nog kunnen doen. vraag wat we nog niet gespeeld. hebben gezegd eigenlijk hier uh, tijdens het gesprek, maar Rusland heeft kernwapens. Hè. Ah, wel, ja, ah, wel, voilà, inderdaad. Daarom, op een bepaald moment, iemand ah. het beuachtig zijn en gaat er een kleinere Dreigen, dreiging sowieso, toch wel eens... Cool, uh, ja, ja, ja. En dat gaat natuurlijk heel strategisch slim zijn, zodat het zo net vermeden kan worden tot een mega oorlog te ja, gaan. Ja, maar gaat het ultimaat, al zal test, mm. testen uh, met, een, met een klein kernwapen, een, ta een ja, klein tactisch op een een kernwapen op een niet bepaalde Ja, voilà. Ja, ja, met de, ja, maar toch, eenmaal daar... Daarom, ik denk, als niemand wilt verliezen, dat is het meest dingen waarin je je kunt bevinden. Dan wordt het heel vettig. Dus ja, geen goede pronostiek dan, als ik het zo zeg. Zorg je daarvoor? <laughs> nee, nee, oké. Okay. Nee, goed, ja, uh, interessant. Uh, prongelijk dat we wel op maar uh, gedaan. Maar okay, als, uh, is er zelf nog iets wat je erover uh, wilt zeggen specifiek? Maar puur omdat u dat zelf nu uh, Ja, nee. Eh, bedoel, ik bedoel, ja, in het parlement blijven we uh, maar... daar, daar uiteraard over bezig. Hé, dat is ook normaal. Alleen, uw volksvertegenwoordiging, okay. uw democratie, a, a, wel, moet ook wel bezig zijn. ja. ik maar de vraag mag ook geen blanco cheque uitschrijven. Dat was net de vraag. hebt maar zoveel euro's. Hoeveel euro wilt je aan dergelijke conflicten die ook al is misschien dichtbij nog steeds een ver van uw show gevoel mm. hebben waarin dat je eigenlijk ook de Europese Unie die al bepaalde mm. uh, financiële middelen krijgt etcetera, er nog bovenop aan uitgeven. Mm. Dat is Volgens mij raar... ook een heel moeilijke kwestie want je hebt geen glazen bol want inderdaad als die keer uh, dreiging daar komt ja dan denk ik dat het meer waard is dan dat je weet dat ze niet zou komen hè. dan ja. denk ik dat de, ja. de dingetjes uh, worden gespendeerd hier aan, aan uh, boetes en, en energiedingen dat die allemaal een pak minder belangrijk worden en dat dat dan wel de nummer één prioriteit zou zijn als die kerndreiging daar is. Versus dat ze er niet is, ja, dan zal hij natuurlijk ja. een pak, pak minder maar, zijn. Laat ons niet de fout maken om, om die vraag naar, naar tot welk bedrag enzovoort. Ik denk dat het allemaal internationaal ja. uh, gecoördineerd moet gebeuren. Mm -hmm. Maar ook, alsjeblieft, niet alleen militaire steun, maar ook humanitaire hulp. Mm -hmm. Dus België doet dat nu ook al. Terecht, ja. Maar de humanitaire hulp moet ook wel op pijl blijven. Hè, omdat ja. die Russische bevolking, uh, die Oekraïnse bevolking toch een stuk beter staan. Mm -hmm. Ja, ja, maar uiteindelijk, ja, ik vind, in de end moet je toch altijd reduceren naar een cijfer. ook Hoe grof dat het ook klinkt, want daar komt het wel altijd op neer. Want op een bepaald moment, ook al wilt je het daar niet toe reduceren, zal dat wel een factor worden die beïnvloedt of dat iets wel of niet gaat blijven duren. Ja, ik, ik, om daar nu een cijfer op te plakken, ja, dat, dat is maar heel snap, moeilijk. Maar ik dat je het hoor. Ja, dat, dat is echt dat is, dat is moeilijk om te mm -hmm. doen. Ik maar denk... Ergens doet je het altijd. Het ja, is ik, gewoon ik, heel vies om dat luid op te zeggen. Maar ik, maar... Denk, ik, denk, dat je, ik denk dat dat eigenlijk moeilijk is, ook omdat je ah, moet goed, zien toch? wat zijn de ontwikkelingen op het slagveld Steun aan Oekraïne <coughs> dat is altijd een functie van de Russische vooruitgang op het slagveld en, de, en de, de grootte van de Russische bedreiging. Mm -hmm. Als dat vermindert, als Rusland zich bij een terug te trekken, ja, ja, dan, ook minder, bestaat, voilà, dan ja. zijn er ook minder wapenleveringen nodig. Maar nu zie je dat die wapenleveringen de hoogte ingaan, ja. hè? ook vanuit de Verenigde Staten, een nieuw pakket wordt voorbij. Dus wordt. Waarom? Omdat men voelt dat Rusland ja, toch niet zo verzwakt als mm -hmm. dat iedereen misschien wel had gehoopt. Mm -hmm. Dus te zaten in een functie van wat er gebeurt op het slagveld natuurlijk dat je bepaalde acties neemt en dat je nadenkt over militaire steun. Ja, dat is simpel. Dus uh, we zijn er helaas nog niet vanaf. Dus, uh... Ik heb er zoveel vragen over. Oké, okay, bon. <laughs> um, misschien ik wou ook nog iets weten over wat vind je eigenlijk van propaganda tijdens oorlog? Uh, omdat uiteindelijk de media heeft ook altijd een heel belangrijke uh, invloed heeft. Uh, positief, negatief, whatever. Mm -hmm. het, het beweegt uh, het collectieve verstand en het zet mm -hmm. soms aan tot wel meer geld uitgeven of niet, of bepaalde reacties, cetera. En blijkt toch dat alle kanten, laten we alsjeblieft niet hypocriet zijn, alle kanten van dergelijke uh, tafereelen heeft altijd een propagandastrategie. Uh, dat zit je. Daar is op zich ah, ja. ook niks mis mee. Dat ja. is een beetje hoe het de realiteit werkt. Maar wat vind je daarvan? Want ik vind dat het complex. Want langs de ene kant. Snap ik het? Want je moet natuurlijk wel dingen gedaan krijgen, je moet dingen duwen. aan de andere kant ben ik ook zo naïef genoeg en de wereld zal zo nooit werken. Maar om toch altijd wel 100% objectief te blijven over nee, informatie. Ja, ja. Maar aan de andere kant nogmaals, moet je soms dingen gedaan krijgen en moet je misschien. Hoe kijk je daar naar, puur open Ja, vragen? kritisch, he, ja, heel kritisch natuurlijk. Uh, allee, oorlog is ook propaganda, hè? Is beïnvloeding van de publieke opinie. Uh, en via sociale media is dat gewoon super gemakkelijk. Uh, er, is, er is nog veel te weinig controle daarop. Uh, hmm. Veel te weinig fact-checking ook. En de vraag is dan ook of dat mensen, bij wie dat, dat nieuws, propaganda dan binnenkomt, of dat die dan de, de factcheckers checkers uh, bekijken en lezen. Dus, ja, is, wie uh, fact check de fact-checkers? Ja, dat ook. Dat ook natuurlijk. En de ene bron is betrouwbaarder dan de, dan, de, dan de andere. Ja, ik heb daar misschien een beetje een conservatievere blik op, maar uh, ik vertrouw nog altijd wel een stuk op... Onze, onze klassieke media. Ik vind dat we oh. meer, dan, meer dan sociale media. Ik vind dat dat. Allee, onze... theorie heeft er een trechterfunctie. Dus, ja. Ja, ja, en onze journalistiek is van een redelijk niveau. Hoor. Um, natuurlijk. Ja, er altijd ja, maar ze hebben altijd gewoon een bril op. Hè? Ja, dus, maar ze, is... hebben een, ze hebben een bril. Ik bedoel daarmee gewoon de bril vanuit ik vind het beste onze, ik ga... bezien. Maar waar gaan wij dan uiteindelijk... Ja, maar, maar, maar allee, als, je, als je onze kwaliteitsgranten leest, af en toe wordt er ook gekeken van ja, hoe wordt er nagedacht over die oorlog in Rusland. He, wordt hmm. daar ook wat over, uh, over gezegd, alhoewel dat, dat ook heel moeilijk is tegenwoordig om in Rusland aan verslag te geven te doen ja, 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 als, als ja, ja, ja. westerse journalist. Dus dat wordt, u ook, uh, dat wordt ook wel een stuk bemoeilijkt. Mm -hmm. Maar ik vind het niveau van onze journalistiek redelijk oké. Okay. Je kunt altijd vergelijken met Engelse kwaliteitsjournalistiek, kranten die maar puur van de grotere schaal in Engeland mm -hmm. een, een echte, stevige, intellectuele kwaliteitskrant kan Overleven. Hè, uh, b -b -b ja, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of, of in Frankrijk, puur omdat je zit met grotere aantallen. Maar ik vind bij ons, allee, de VRT, onze kwaliteitskranten, dat is, dat, is van een, dat is van een redelijk niveau. Er wordt soms gelachen met het VRT-journaal, het, het, het 19-uur-journaal, maar al bij al, dat is, dat is geen tabloid-niveau. Dat is, dat, is, dat is redelijk oké. Okay. Mensen die zich op een correcte manier willen laten informeren, kunnen eigenlijk wel grotendeels stracht bij onze kwaliteitsmedia. Sociale media, internet, is een heel ander verhaal. Mm. is een heel ander verhaal. En natuurlijk, ja, iedereen weet van... Bon, iedereen zit op internet, iedereen volgt sociale media en laat zich dus ook informeren door bronnen die, die, die veel moeilijker te controleren zijn. Dus dat is, dat is een beetje de merde. Mm. Uh, maar een duidelijk antwoord daarop heb ik natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Uh, ja, denk, ik, denk, ja. ik sta er iets haakser op op je antwoord. Mm. Iets kritischer misschien of zo, of misschien uh, pessimistischer. Uh, what's in the name? Maar, uh, maar bon, ik, wou het, uh, ik wou het nu niet nee, nee, specifiek over. Nee, het is over, interessant. Uh, maar, ja, maar We hebben het al heel uh, veel gehad over de media. Ja, ja, over en... de media, per se. Uh, ja. Maar, allee, maar dat, jullie, dat... jullie zijn ook media, hè? Eh? wat ja. jullie doen, dat is ook media. Dat plop, is plop, ook ja. informatiestuk naar mensen en mensen maar, proberen te vormen. Namelijk uh, filosofisch te nadenken. Doen, ja. nadenken hè? Ja. Ik kan nooit zeggen dat is het, maar. misschien zijn jullie ook propaganda eigenlijk. Sowieso, sowieso. We proberen altijd zo objectief mogelijk. Daarmee dat nee, ik ook zeg, van. Het is nee, moeilijk, denk ik, vandaag de dag om die Russische bril hier te kunnen opzetten. Maar hij is wel waard. Belangrijk is natuurlijk om, om de, absoluut, de hele situatie absoluut, te beoordelen. He, dus. maar je, hebt, je hebt een aantal proffen, gespecialiseerd uh, wel in de, in de regio en literatuur. Uh, ja, ik denk Annelien Verpoest bijvoorbeeld. Allee, die, die, ja, dat zijn toch experts die we hebben die ook... Um, ons meegeven hoe er in Rusland wordt gedacht over een aantal ja. zaken. Dus mm. dat, is, dat is interessant. En dan kun je toch een stukje mm. de twee kanten uh, ja, in de, er de is balans. Het verschil hè? tussen het is er en het komt veel aan bod, denk ik. Hè? Ja, maar uh, dat is waar. Ja. Dat is waar. Dat, maar, maar dat is juist, maar ja, dat tuurlijk, is juist. Het is de moeilijk, berichtgeving dan over dan best, de oorlog ja. in Oekraïne ja, ja. is inderdaad, vanuit die wereld ja. en met een aantal aannames: mm -hmm. van oké, okay, wij moeten Oekraïne steunen. Rusland is per definitie. Eh, de vijand. Uh, ja, ja. De vijand, uh, de slechterik in het ja. verhaal. Oekraïne per definitie. Maar nu dat ik erover nadenk en dat ik het luid op zeg. Bijvoorbeeld de corruptie binnen de Oekraïnse regering. Eh, mm -hmm. Komt ook wel aan bod binnen onze media. Dus mm -hmm. allez, ik denk dat onze kwaliteitsmedia ook wel uh, vermijden om Zelensky af te schilderen als een of andere held. Mm -hmm. Uh, bedoel, het feit dat hij zelf ook niet onbesproken is corruptie binnen zijn regering vroeger enzovoort, dus dat ik komt ik dacht, wel af en toe Dat kan da niet volledig, niet volledig onder tafel. Onder tafel, gewoon, nee. nee, maar het zou wel 80 positief zijn. Dat is waar, maar is inderdaad. Is maar plus ook. Highland is ook geen journalistiek, dus dat moeten we wel proberen te vermijden. Um, alhoewel dat mensen dat graag te pas en te onpas citeren. Uh, Oké, okay, misschien genoeg over de oorlog en uh, propaganda, maar omdat misschien... we het dan toch over geopolitiek hebben. Ja, wel, ik wou dan op uh, de kolonisatie. Uh, dat hebben we ja. echt nog nooit behandeld. Mm. Dus misschien om um, te beginnen, gewoon in het kort: die commissie, is dat ja. iets vrij recent dat is opgericht? Of bestaat dat al langer? En Dat's, wat doet hij? Ja, dat ja. is opgericht in juli uh, 2020. Ja, Eind okay. juli 2020. Een beetje naar aanleiding van de brief van koning Philip, mm -hmm. uh, waarin dat hij zijn diepste spijt uitdrukte ten aanzien van het koloniaal verleden van, van België. Eh, toch een belangrijke stap die daar gezet werd. En natuurlijk ook uh, Black Lives Matter. Eh, dus een uh, mm -hmm. heel diepe protestbeweging. Ja, met de klading van de Leopold. Ja, dat ook. ook, ook maar ook... Kwamen, ook, ja. ook allee, ja, echt uh, grove incidenten van racisme, politiegeweld ook. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat was een stuk de aanleiding voor het parlement om te zeggen: Van het wordt eigenlijk tijd hè, sinds de onafhankelijkheid van Congo in 1960. Mm -hmm. Politiek België heeft zich nog nooit gebogen over het koloniaal verleden, as such. Hè. Mm -hmm. Wat eigenlijk hallucinant is, die vaststelling. Omdat je toch kolonisator bent geweest, je bent daar verantwoordelijk geweest voor zeer zware wandaden. Ja. Hè. En dat je daar nu met een stuk um, reflecties rond mensenrechten toch, toch allee, de geesten zijn gelukkig een stuk geruimd. Er is ook veel meer historische kennis beschikbaar van wat wij daar in feite allemaal hebben gedaan. Ja. Maar dat politiek België al die tijd, gedurende 60 jaar, eh, zich nooit heeft willen uitspreken en nooit heeft willen onderzoeken. Ja. Om daar officiële conclusies aan, aan, aan vast te knopen, is eigenlijk uh, vrij onverklaarbaar en, en op zich hallucinant, vind ik. Ja. Um, dat was dus de reden waarom dat we die commissie hebben, hebben opgestart. Ik ben daar voorzitter van geweest. Uh, en die commissie heeft uh, ja, zich ook laten begeleiden door experten, hey, door, door, door proffen, hey, uh -huh. om eens een synthese te maken van wat weten we daar. Hey. Je hebt die, allee, de eerste periode Congo-vrijstaat, en dan eigenlijk pas de Belgische kolonisatie. Uh, wat weten we daarover? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken? En vooral ook, welke beleidsaanbevelingen, hoe kunnen we die schade een stukje nog proberen te herstellen. Mm -hmm. Wat zijn herstelmaatregelen? Hè? Ja. En, en wat zien we ook vandaag de dag in onze samenleving? En inderdaad, je zei het daar net zelf al, uh, de beelden van Leopold II bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. de straatnamen. Uh, al dan niet een herstelbetaling. Moeten we Congo bijvoorbeeld niet vergoeden? Moeten mm -hmm. we geen schadevergoeding betalen mm -hmm. voor het feit dat we daar zoveel, zoveel leed hebben ja. brokkend en al die grondstoffen een, een hebben ontrokken ex in exploitatie? Ja. ja, een stuk proberen terug te geven of te herstellen... Ja. Um, excuses ook, en eigenlijk daarop, op dat laatste, hè, dus moeten we ons excuseren op een officiële manier. Daar was, was symbolisch. En daar is het op fout gelopen. Mogelijkheid, dus daar zag je heel duidelijk dat um, met name de liberale partijen eigenlijk niet wilden weten van excuses. En wij hebben eigenlijk ons werk gedaan met de commissie, maar daarop is het stuk gelopen. Dus, um, er was geen bereidheid om zo ver te gaan. Bah, impliceert maar impliceert dat voor een aantal aan. andere ja, partijen ja. dat dan weer nodig was om ja. tot excuses over te gaan. Dus, dus ja. daarop is dus, het, is we het zijn fout. tot gelopen. erkenning geraakt, maar excuses is een stap te ver voor. Excuses was inderdaad een stap te ver en, voor uh, vooral voor, voor de liberale partijen. een ja. reden ja. Achter, of een argument ja. achter? waarom dat, dat te veel is? Of... Um, Want like, aan de ene kant heb ik zoiets van: oké, okay, ja, excuses. Ja. Wat zit er mee? Ik heb liever erkenning en, en ja. vergoeding en een herstelling. Dat is het belangrijkste. En een excuus is ook maar een ja. excuus. Ik snap het wel iets formeel. Toen, maar ik, ik... Denk, ik denk eigenlijk hebben er twee dingen gespeeld: um, de vrees bij een aantal partijen dat als je je excuseert, mm -hmm. eh, dat je dan eh, kwetsbaar opstaat voor schadeclaims, voor mm -hmm. rechtelijke uitspraken en verplichting tot betalen is. van schadevergoeding. Mm -hmm. Twee, allee, trouwens, dat hebben we allemaal onderzocht, ook juridisch in de commissie. Allee, ik heb vraagt aan experten: van, Spreek u daarover uit? Klopt dat argument? Ja. Dus dat klopt dus niet. Hè? Maar recht evolueert dus, wel. Hè? Ja, maar dus op dit moment. Alleen, Als je dat in combinatie doet met zelf een, een steunpakket of een vergoedingspakket. Ja, dan, maar, dan, dan... Misschien nog eerst het tweede element waarom dat, en, alleen een aantal partijen niet wel weten van excuses. Puur electoraal, omdat men in feite, denk ik, eh, redeneert van: oké, okay, onze achterban, ons kiezerspubliek, hoe zouden zij reageren eh, op een België dat, dat al te fel, uh, ja, voilà, um, allez, probeert, probeert ja, dus, uh, excuses aan te bieden, herstelmaatregelen, eh, dat, dat zich al te nederig opstelt? Eh? Mm -hmm. Hoe zou een bepaald kiezerspubliek daarop reageren? Ja, maar dan zie je. Nee, je moet maar de sociale media bekijken van een NVA, ook van een Vlaams belang. Deze commissie werd gezien als uh, ja, iets schandaligs: grote is van België. Het Vlaamse volk van vandaag zou moeten betalen, zou zich moeten schuldig voelen voor wat. Onze voorouders, mm -hmm. uh, daar 80 of 100 jaar geleden hebben gedaan schande. Dat is weer uh, ja, hoe heet dat uh, uh, allee, beschaamd zijn over uw eigen geschiedenis en Dus het mm -hmm. werd op die termen gespeeld. En een, een bepaald deel van onze bevolking is daar gevoelig aan. U zegt van ja, maar hé, hey, dat kan mij niet schelen, wat er daar gebeurd is in Congo. Mm -hmm. Ik ben daar niet voor verantwoordelijk. Dus mm -hmm. je zat, dat is een heel gevoelige kwestie. Je zat in zo'n politiek opbod en een show, ook op sociale media. Hè, yeah. Uh, waar, en en na, voor een aantal, partijen, een aantal partijen zijn ook daar gevoelig aan geweest. Ja, ja, ja. Dat ja. ja, zeg maar zo. Ja, ja misschien uh, ja, gewoon omdat ik. Uh, het, het is zo'n interessant topic, hè? Van wat is nu juist? Hè? Ik vind altijd zo de ja. mogelijke vragen. Ik, ik zie beide Er bestaat niks juist, ja. hè, denk ik. Maar ik bedoel, als we nu gewoon proberen zo te ontleden, gewoon puur. Een land koloniseert ja, een ander deel van de wereld. Ik bedoel, Europa is gebouwd op dat concept. Hè. Degene die dat ontkent, lijkt me wel vrij naïef. Dus uiteindelijk, dat is echt inherent in onze geschiedenis. En dan niet per se België, maar gewoon heel Europa. En ik vind het echt complex hoe je daarmee moet omgaan. Omdat, ja, Groot-Brittannië is misschien een van de toppers geweest, om het dan zo te zeggen. Ja, met haar negatieve gevolgen, et cetera, ook wel. Maar dus, langs de ene kant heeft het volgens mij in de wereldgeschiedenis wel een aantal zaken gecreëerd. Natuurlijk, als je het... Als je dat probeert in één zin te brengen met het woord mensenrechten, ja, dan heb je gewoon een heel ander soort uh, verhaal, omdat ik denk dat daar toch altijd wel uh, maar ook het verschil, uh, heel in intens armoede en niet, is, uh, is tegen ingaan. Dus Belvarend ja, mijn vraag is. Wat moet je eigenlijk vinden? Ah, ja, maar, maar wat moet je vinden van kolonisatie een... in het algemeen? Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, want dat is zo complex, gewoon dat, dat gegeven aan zich. Maar misschien. Ja. Nee. Het hangt er een beetje vanaf met welke bril dat je het bekijkt. Als je dat natuurlijk bekijkt met de bril van vandaag. Maar wat is die? De, de, gewoon de rationele bril? Ja, ja, die van twee kanten zie. Ja? Dus zie. Je ziet de mensenrechten, ja, maar je ook ja, voor. Maar nee, ja. ja recht en ook ethiek, dat is ook maar een product van, van een tijdsgeest natuurlijk. In die tijd van de kolonisatie, het is wel heel interessant te benadrukken dat er hmm. toen ook al verzet was, hè? Ik heb mijn dus nee. Zelfs toen was er eigenlijk bij een aantal politici ook in het parlement waren er twijfels, waren er vragen, was er verzet tegen de kolonisatie. Alleen was dat belang niet dominant. Mm. Nu, vandaag de dag. Puur het principe dat een land-Rusland ja, eh, oekraïne gezien een ander land is. verovert, oorlog voert bezetting, want dat is ook kolonisatie. Hè. Dat betekende verovering, hè. oorlogsgeweld. Mm. Tuurlijk, tuurlijk. Hè. Dat dus mij. dat je een ander land gewoon en een bevolking bezet, en daar dan in feite de baas speelt. Uh, ook aan exploitatie doet, grondstoffen onttrekt van dat land. Mm. Uh, dus eigenlijk de wensen, de baten van dat land naar ja, het ja. moederland. Uh, dus als je dat vandaag bekijkt, ja, dan zeg je, schrift, wat, dat he. kan niet. Ook internationaal rechtelijk mm. is, dat, is dat niet meer mogelijk. In de tijd, koloniseren was niet illegaal. Hè? Mm. Dus er was niets als een de internationaal recht. De economie was daar een bepaald met Kert op gebouwd. Hè? Ja, 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 voilà. voilà. Maar dus er, is, er was niets als een, als een, als een verbod op kolonisatie, mm. wat je vandaag de dag... Wel hebt. Mm -hmm. Soevereiniteit van, 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 van de bevolking enzovoort. Wordt um, bon, niet altijd gerespecteerd, natuurlijk. Ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn vandaag en mm -hmm. de actualiteit die, die dat wel aantonen. Maar um, ja, ik denk dat je daar, ik denk dat je, dat je niet te veel complexe daarover moet hebben, eigenlijk. En dat je nu gewoon moet zeggen van uh, als je kijkt naar het, naar, het, naar het leed van die bevolking. Want Amerika uh, is het eigenlijk ook puur daardoor oh, ja, maar, 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 die zijn er wel maar, ontsprongen maar, op okay, maar was die kolonisatie slecht of goed? Ja, maar je hebt toch geen ja, probleem je... om dat te veroordelen? Allee, het feit dat je een ander volk, zeker, zeker, ah, nee, nee, zeker wat nee, betreft nee, het de Verenigde Staten... Maar ik bedoel, bijvoorbeeld Amerika staat nu vrij ver, zou nu Groot-Brittannië bijvoorbeeld Amerika moeten betalen als ze ooit hebben gekoloniseerd? Mm -hmm. Hetzelfde argument zou je maken, want ze hebben ze wel ooit gekoloniseerd, terwijl Amerika nu ja, duizenden malen verder staat op, denk ja, ik, de meeste facetten. Mm. Ja, dus, waar is dan het argument daar? Ja, maar, en, ja maar, maar, maar de idee van herstelbetalingen. Hey. Nee, nee maar dus, dat was nu even een singling out ja, ja, argument. Maar ja, gewoon ja, om te kijken: wel. je ziet Amerika is vooral eigenlijk een succesverhaal, maar wel gestart vanuit een vrij donkere gestart, colonisatie. gestart vanuit onrecht. Ja, 100%. Evenzeer, evenzeer. Mm. Tuurlijk, maar dus ook in de Verenigde Staten, ook in Groot-Brittannië, er is wel een maatschappelijke beweging die dat in vraag stelt en die, 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 voilà, mm. die eindelijk ook nadenkt over hoe. Bijvoorbeeld de link tussen koloniaal verleden en racisme. Hè? Een aantal stereotypen die er toen leefden, tijdens ja. de koloniale periode, leven vandaag de dag nog altijd verder. Hè? Mm. Allee, ten, aanzien van, ten aanzien van zwarten, ten aanzien van, van de Congolese gemeenschap, Afrikaanse gemeenschap in het algemeen in België, is er racisme. Er is structureel racisme nog altijd in ons land. Mm -hmm. Een deel van de wortels van dat racisme ligt in die koloniale periode. Mm. Overheersing was eigenlijk perfect normaal. Mm -hmm. We hebben... Allee, wij hebben, wij hebben um, uh, Congolese dorpen geïnstalleerd hè? In, in ons land, in tijden van de wereldexpos. Meerdere keren zelfs. Mm. We hebben Congolezen laten overkomen. Nou, waar is echt ontvoerd. Zo, ontvoerd. Ja. Echt? Hier zijn Congolezen ja. ook gestorven, hè? die ja. hier in erbarmelijke levensomstandigheden zichzelf moesten ja, exposeren, ten aanzien van een Belgisch publiek. Ja. Uh, dus, hey, onmenselijke situaties, de mythische. Ja, uh. Kinderen verwekt door, bij een Congolese moeder, door een Belgische man, door een Belgische mm. uh. ...kolonisator. Uh, 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 die kinderen die geboren werden... Hè, ...half Congolees, half Belgisch... ...vielen in het en zo. Uh, de Belgische kolonisator wist niet goed van... ...ja, maar in welk systeem moeten we die kinderen nu steken? Men heeft er toe voor gekozen om die kinderen te ontvoeren, wegtrekken van bij de Congolese moeder en verplicht over te brengen naar België en hier te steken in, 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 uh, in weeshuizen. Hè? Hm. Dus allee, het drama van de metische ja, kinderen, maar, maar, ja, maar, uh. onmenselijk. Hè? Nee, en dat hoorde allemaal bij die kolonisatie. Ja. En daar spreek ik nog niet over, um, over dwangarbeid. Uh, Congolezen die geketend moesten van, 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 van de ene strik in Congo, gedwongen naar de andere om daar te gaan werken. Uh, door ontbering heel vaak te sterven ook. Uh, allee, we kennen al, foto's met, met, van, de, van de afgehakte handen. Ja, ja. Dus een Congolees was ja, geen, was geen was mens, geen, dat was nee, geen nee, mensenleven. Nee. Die werden beschouwd als, als, als dieren, he. bezit gebruiksgoederen. Even. Nee, 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 nee maar pas op, en, en de historische kennis daarover is geluk want in feite is dat nog maar sinds... Uh, Sinds de jaren tachtig dat die historische kennis daarvan enorm toenam en dat men zich bewust is beginnen te worden van Oké, okay, welke verschrikkelijke misdaad. Daarvoor was wij het dan meer gedaan. een. Mensen wisten het. Daarvoor was dat, was dat een stuk. Een stuk uh, glorificatie van het koloniaal verleden. Mm -hmm. uh, men, men deed alsof dat de Belgen daar niks anders dan goed deden ja. in, in Congo. Voor het welzijn van de Congolese bevolking. Maar dat is dan wel beginnen, beginnen veranderen. Mm -hmm. Maar de politiek is niet gevolgd. Mm -hmm. De politiek is blijven met de voeten slepen, al die tijd. Tot nu. Helaas, we hebben niet kunnen afronden. Maar er is wel, denk ik, in alle eerlijkheid, een belangrijke stap weer gelegd. Ik denk dat de tijd nu nog te vroeg was mm -hmm. voor een aantal partijen om echt door te pakken. Oh, maar maar ja. dat doorpakken gaan wij op een bepaald moment moeten blijven doen. Wij gaan die vragen vanuit de samenleving, die gaan niet stoppen, die gaan niet verstommen. Hè. Mm -hmm. De vragen vanuit de Afrikaanse gemeenschap in ons land, die vragen gaan liggen op tafel, die gaan niet meer weg. De geest is uit de fles. Mm -hmm. Dus op een bepaald moment zal Politiek België toch die finale stap moeten zetten mm -hmm. van erkenning en een aantal herstelmaatregelen. Maar dus de... En dan spreek ik daarom niet of... over een cheque of over herstelbetalingen, mm -hmm. want persoonlijk... Ben ik daar eigenlijk ook niet zo voor? Dat is ook gewoon afkopen van. meer een engagement is, is, ja. is, is, is veel beter denk ik. Ja, ja. Ja. Maar ik ga misschien gewoon even een vraag stellen en niet zozeer België congo want daar ken ik natuurlijk mezelf. Ik zit iets moeilijker over uitspreken, maar gewoon puur abstract. Van oké, okay, ik ben een individu en ik ben natuurlijk, het zou maar erg zijn, een resultaat van de omgeving waar ik ben opgegroeid. Die automatisch het resultaat is van. Iets ja. waar het ervoor was. Als dat ervoor niet was, had ik ja, ja, eh, anders geweest. Ja. Hè? Misschien, ik ben nog steeds mezelf en ladila, maar bon. Dus, dat wil ook wel zeggen, in zekere mate zeg ik van, ik heb niks te maken met mijn verleden. Ik ben er geen slachtoffer van, nog ben ik het positieve ervan. Eh, ik ben iets meer een soeverein individu. Hè? Dat is dan iets meer liberaal, individualistisch gedacht. En daar is een argument voor te maken. Langs de andere kant, je moet ook toegeven, again, ik ben wel een deels... Uh, resultaat van het verleden. Dus, ik ben dan bijvoorbeeld uh, België, dus eh, het Westen hier, vrij goed opgegroeid. Dus uiteindelijk geeft men ook wel een beetje het voordeel om zo arrogant te kunnen zijn, om mij los te zien van mijn verleden. Eh, omdat je eigenlijk vrij soeverein kunt opgroeien, om het zo te zeggen, omdat je het allemaal vrij goed hebt. Dus als het dan heel specifiek gaat, bijvoorbeeld dan toch over België-Congo, zou ik zeggen, ja, ik heb vandaag... Gewoon als individu daar minder mee te maken. Hey, dat België al aan zich in haar geschiedenis daar uiteraard een impact op heeft gehad. Ja, natuurlijk. Hey, ik denk natuurlijk. niet dat veel mensen dat kunnen tegenspreken. Natuurlijk. Maar, maar het gaat ook niet over u. Maar hoe kun je dan uw excuses aanbieden als je in de eerste plaats niet gelooft in het feit dat jij als individu daar iets mee te maken hebt? Dus dat Omdat vind ik je... interessant. Is ja, ja, een ja, ja. Nee, nee, nee. Oh, dat een hypocriet excuses als mensen zich identificeren verschil, daarmee? Dat, dat wou ik er net En op dat zeggen. bedoel ik. Echt... Erkenning en excuses, dat is nog een, een, een ja, groot verschil. Ja, of Ik gebruik even de woorden hetzelfde. nu. Ja? Ja? En ah, nee, ik vind dat je dat niet kunt doen, zelfs. Ja, maar, maar oké, okay, misschien niet dat. Erkenning voor, voor de feiten dat zijn gebeurd, en Ja, dat is gewoon een van... objectieve vaststelling wordt gesteld. Ja, Ja, ja oké, okay, dat van. is wat dat is. En, ja, wel... en nu toegeven van, oké, okay, toen, toen hadden we geen boost zijn, of onze voorwaarden... Ja, maar wel je verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid kennen toch? Niet ja? alleen zeggen van, oké, okay, ze zijn er geweest, maar ook ja. je eigen verantwoordelijkheid. Je eigen, als land, toen... Ja, wel, al het al is nog een verschil al als individu en als land, inderdaad. want als individu is dezelfde. Een optelsom van alle individuen nu, hè. Ja, maar, maar een land is ook wel een, ja, is nee. een, is ook een rechtsentiteit. Ja, dus, waar, dus een land, een Dat land kan ik. uitspraken ja. doen over wat vorige generaties. Alleen wat, mm -hmm. wat, 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 wat de regering van datzelfde land in de tijd 100 jaar geleden heeft beslist. Of wat een ja, ja, ja. koning daar toen heeft, heeft, een heeft gedaan. Een land heeft geen nalatenschap. Dus kunt... nee, dat blijft dus ja, zelfs Maar de, het gaat dus niet personen. over het individu. Ja. En dat is natuurlijk ja, dat dat is, dat is het beeld dat men heeft proberen te creëren. vanuit bepaalde nationalistische hoek en, 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 en extreme rechtshoek ook. Dat is het beeld dat men heeft proberen te creëren. Beste Vlaming, het gaat over u, die commissie. Hè? Uh, die commissie wil u culpabiliseren, wil u een schuldgevoel geven. En ik heb dat altijd proberen te ontkennen. Ik heb altijd gezegd van, nee, dat gaat niet over de Vlaming. De Vlaming mm -hmm. hoeft zich niet schuldig te voelen mm -hmm. over het koloniaal verleden. Ja. Ik meen maar dat echt, een maar de Vlaming, vind ik wel, uh, moet zich er wel bewust van zijn. Ja. Ja, en dat moet dat ook wel denk. erkennen van, oké, okay, ons land mm -hmm. draagt daar een zware verantwoordelijkheid. En dat betekent dat je u excuseert, ja. niet omwille van hetgeen wat je zelf heeft gedaan, Eén iemand zou moeten die excuses aanbieden. Bijvoorbeeld de premier, bijvoorbeeld de kamervoorzitter. Maar nou, dat, dat is dan, maar Dat is, dan, dan, ja. Voilà, ja, voilà. van dat is geen individu die, in, die maar... dan spreekt. Ja, dat ik is niet Alexander ja. de Croo... die zichzelf zelf verontschuldigt voor ja, iets no, no, no. wat hij zelf nee, nee. heeft gedaan, ja. of zijn vader of zijn, of zijn, of zijn, of zijn voorvader. Ja, ja. Nee. Ja, dat zit al in zich misschien. <laughs> maar ja, dat is voor een andere keer. Maar Alexander de Croo zou zich als premier moeten verontschuldigen voor wat uh, het land België, waarvan hij nu regeringsleider is, mm -hmm. heeft gedaan ja. 60, 80, 100 jaar geleden. Ja. Uh, de verantwoordelijkheid die, 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 mm -hmm. die, die, die oh, België daar de, ja. ja, de eh? excuses zie ik meer als een formeel iets en ik zie daar niet direct iets op tegen, of dat het echt nodig is dat, excuses. Ik hecht daar persoonlijk weinig belang aan, maar excuses, maar die erkenning en dan zoeken naar hoe dat je inderdaad ja. herstelling en zo, dat vind ik... Ja, maar, 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 maar je hebt een waar. punt, ja. omdat je kunt je niet excuseren vooral eerder dat je iets erkend hebt. Ja. Je kunt je maar excuseren voor feiten Waarvan je een bepaalde verantwoordelijkheid erkent. Ja. Dus en die erkenning duurt. Ook. Een subjectieve ervaring ja, maar van excuses mogen nooit uit de lucht vallen. Allee, we hebben ons ook laten, laten begeleiden door experten. die hebben dat eigenlijk echt goed uitgelegd. Ook gekeken naar voorbeelden in het buitenland enzovoort. Dus het, het slechtste wat je kunt doen. is je er snel, snel van afmaken. excuses die uit de lucht komen vallen. en nee, daarmee het zo roze dus, Nee, is te zeggen, eerst. Wat is er daar gebeurd? Een dialoog gaan met die mensen. Dat is de reden waarom mm -hmm. dat we trouwens met de commissie, met een de delegatie naar Congo, Rwanda, Burundi zijn gegaan. Mm -hmm. Gedurende negen dagen. We hebben daar 300 mensen in gesproken. Ja. Hè, om... Dus je doet dat in dialoog, je bouwt op. Um hoorzittingen, je luistert, ook als politici, je probeert je bescheiden op te staan, je luistert, wat zijn die ervaringen van die slachtoffers, wat is er daar gebeurd? Je praat ook met huidige generaties, we hebben gepraat met studenten in de Universiteit van ook Kinshasa, van, ja. hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Ja. Wat zijn jullie verwachtingen, eigenlijk, ten opzichte van België? Ja. Gaat dat voor u nog over dat koloniaal verleden, of zegt u van, interesseert mij niet? Mm -hmm. hè? Um, het antwoord is daar trouwens genuanceerd op, logisch. Daar zijn de gevolgen veel nefester, hè. België Ja, ja maar de, de modale Congolees is natuurlijk niet bezig met het koloniaal verleden. Hè? Die maar heeft, dat heeft het is wel, wel andere nog veel katoteges. meer in de familiale generatie aanwezig, niet? Ja, en studenten bijvoorbeeld allez, in, in Kinshasa gaan daar veel bewuster mee om en die zien dat als een stuk... Uh, van hun eigen identiteit, uh, dus ja, van ja, hun logisch. eigen cultuur, hun eigen geschiedenis, klinkt inderdaad ja, ja. logisch. Sowieso. Maar dat is vrij dichtbij, hè. als dat nu duizend jaar geleden is, dan is ja, dat er waarschijnlijk oud, waar, niet dichtbij, om grof te zijn, maar als dat maar twee, drie, vier generaties ja, is ja, ja, ja. ja, absoluut, absoluut. Ja, ja sorry, ja, ik vind het ik vind complex, ja. want, want hoe kun je dan tot de conclusie komen van excuses, als het... Um, wat, wat betekent dat dan? Het is te het is abstract voor mij. Want ik snap het wel, oké, okay, dus niks meer met individu te maken, wel als geschiedenis. En ik denk, mm -hmm. ja, feiten hebben plaatsgevonden. En je besluit als individu eh, dat die feiten uh, zeker uh, relatief kwaadaardig mm -hmm. waren of zo. Kun je inderdaad wel 100% besluiten. Maar wat is dan inderdaad het verschil tussen erkenning en excuus? Wat betekent dat? Als je dan excuses zegt, is het dan ook niet hol of zo? Als niemand ah, wel, het vandaag voelt. Ah, wel, dat heb ik ook met die excuses. Terwijl ik dat, ik dat onderscheid maak, erkenning. Oh ah, ja, erkenning is een feit. Voilà, dat je gewoon takken. Die excuses, dat is ja een formeel iets. Als je, als maar dat, dat betekent, eraan... maar is dat bijna Voor apparaat, mij heeft op, dat ook geen inhoud. Dat is. Ja, dat maar is zo, allo, alle respect voor jullie meenemen. Nee, ons, wil maar een mening maar ik, voelen. maar ik, voel nee, 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 maar ik wil er ook nog aan toevoegen. Als het voor ons geen inhoud heeft en het maakt niet uit. Maar voor de andere kant heeft het wel inhoud en maakt het wel uit. Dat zou ook Maar moet moet het wel uh, voelen. Dat is gelijk als iemand tegen u zegt: zegt hij sorry. En je zegt Ja, sorry. Ja, maar en een dat niet uh, ja, maar, ja, maar, maar, maar er is ook nee, nog een nee, nee, Dat dat het tussen... uit de, de, de beweegreden van: oké, okay, voor hun mijdert dat. Dus dan ga ik echt wel een gemeende. Sorry. Voilà, zeg, maar dat doet het wel. Ja, toch wel. Want dat heb je eerst onderzocht. Je moet ook heel duidelijk op alles waarvoor. Excuseer je. Voor mij, excuses. Ik geloof daar wel in. Voor mij is dat een belangrijke symbolische herstelmaatregel. En dat is laat u ook toe. Om een stuk te werken aan een nieuwe relatie, een nieuwe verstandhouding. Als je eerst erkend hebt wat is je verantwoordelijkheid van dat verleden. En dan zeg mm -hmm. je van. Ja, wij waren eigenlijk fout. Maar dan dus zeg je... Excuses mijn namens, namens mijn land. Ja, namens nee. België. Dus, dus België verontschuldigt zich voor hetgeen wat x decennia geleden is gebeurd. Mm -hmm. Wij hebben dat onderzocht. Wij weten dat. Politiek hebben we ons daar eigenlijk niet over uitgesproken. En met de bril van vandaag, ja. mensenrechten en zo. Nee, ik weet wat een probleem is. Kun je ook niet anders dan u daarover uitspreken. Mm -hmm. Dus die stap zet je. Maar wel overwogen met een heel voorafgaand proces. Maar niet uit de lucht komen nee, vallen. Nee, nee, en en ja. excuses betekenen ook een bepaald Engagement. daarna betekent dat dat je bepaalde verplichtingen. allemaal volgen. volgen. Mijn ja. probleem ermee is, ik ben heel hard fan denk ik van een, een wettelijk of een rechterlijk of whatever excuses meer dan het emotionele woord van excuses. Want erkenning zit heel erg op het objectieve. Hmm. Je kunt dat concluderen ja. inderdaad. En je kunt zeggen oké okay, en inderdaad als we nu een nieuwe relatie moeten, dan moeten we gaan tot een vorm van excuses. Ja, ja. Maar excuses, het woord aan zich, misschien gebruiken we wel een foute woord, dat kan ook, is zo emotioneel gecorreleerd dat ja, je niet over zo'n dus abstract begrip de koning heeft begrepen, het woord uh, diepste spijt gebruikt. Hè. Maar spijt is nog steeds emotioneel. En dan zou nog steeds... En daarom dat ik denk van, er is, is er ook huwelijke daden gebeurd. Bovendien en is, dat... is er ook een verschil tussen diepste spijt uitdrukken en, en zich, zich verontschuldigen, vind ik. Omdat diepste spijt kan je uitdrukken over iets wat gebeurt, dat is wat je van ziet gebeuren? Dus dat is los van verantwoordelijkheden. Ja, ik snap het. Maar dat is nog steeds emotioneel, terwijl we over abstracte begrippen bezig zijn, waarin dat landen zich excuseren ten aanzien van elkaar. Dat is niet meer emotioneel gebonden. Dus ik denk dat we gewoon dan een erkenning met gevolg, vind ik dan een beter woord dan een excuses, omdat niemand een excuses. Uh, moet ik het zeggen? Ja, dat is wel dus, ja, okay, bon, semantics. Maar, ja, maar toch wel belangrijk. Ja, ja, want een herkenning met we gevolgen, we daar ben ik veel meer fan uh, van uh, dan, ik dan om... excuses. Zo complex is, natuurlijk. We hebben daar veel over gediscussieerd Uiteindelijk uiteindelijk niet, niet, niet kunnen afronden, helaas. Um, ja, wel frustrerend dan. Dat is pijnlijk, natuurlijk. Ja, Dat is, dat is pijtig, hè. Ja, ja, dus pijnlijk, pijnlijk geweest, pijnlijk voor, voor, voor de politiek vind ik. Um, en pijnlijk ook voor een parlement, omdat je toch op zich... Uh, dus Uiteindelijk zit werd... je één, hè? Ja, well, Tegen... maar je werkt ook los no van de regering. Van. Je probeert wel een doorbraak te forceren. En dan val je eigenlijk terug op partijpolitiek, hè? Hmm. Uh, ja, want ja, in het parlement ja. zijn wij dichter Dat, uh... bij elkaar gekomen en hadden we eigenlijk ja. wel uh, consensus over een aantal zaken. Maar dan, wellicht uit vooral electorale overwegingen, ja zijn de partijen daarin geïnterveneerd? zijn de partijvoorzitters daarin intussen gekomen en hebben dat compromis dat wij eigenlijk hadden bereikt van tafel gehoord? Ach, ja zo, maar zo zo, zo tristig, nee. is, het, is het eigenlijk wel gebeurd nee, maar bon mocht je daar niet op aantellen <laughs> ja ja inderdaad ja. maar je moet je daar niet door laten afschrikken. nee je moet blijven doorgaan uiteraard Anders moeten we doen absoluut uh, ja, 100%. 100%. misschien ook ja, het af een misschien een keer de job gekozen ja vanaf uh, de rommen misschien ook inderdaad want we zijn zo wat ende ja oké waar zijn we waar zijn we wauw je zei in het begin ook uh, toen dat je sprak over uh, heel dat traject van condensatie condensatie heeft de excuus daar rond dat er ook wel een aantal dingen waren waren dat er zijn uitgeleerd of zo uh, ik weet niet of jij daar toen niet specifiek mee in je hoofd hebt, maar zijn er een paar wel learnings los van, nu dat excuus, maar gewoon uitgekomen die wel interessant zijn voor het collectieve bewustzijn, om het zo te zeggen? Ja, wel. Bijvoorbeeld het feit dat die, uh, dat die studenten waarmee we hadden gesproken in Kinshasa, we hadden eigenlijk verwacht, jonge generatie, die zal niet bezig zijn met het koloniaal verleden. Maar het, mm. tegendeel, het tegendeel was waar. Mm. Dus. Ik denk dat de jonge generatie in Congo op zoek is een stuk naar herstel van de eigen identiteit, en dat, eigen cultuur, heen. eigen geschiedenis. Mm. Dat enorme gat dat daar is geslagen, hè, waarvan ze dus trouwens ook te weinig zelf afweten, want heel veel over het koloniaal verleden wordt er ook niet onderwezen in Congo. Mm. Ik kijk mijn beelden. Um, mm. Allee, ja, die verantwoordelijkheid dat, dat je toch ten aanzien van de jonge generaties in Congo... Um, die lacune en die bres die daarin geslagen is, dat, 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 ja, dat je dat moet oplossen op een of andere manier. Ja, dat, dat snap ik 100%. Um, dat vind ik wel. En ook, en ook de waarde van dialoog. Um, voor mij was dat ook wel een beetje een louterend proces, zo, die, die alle lange hoorzittingen in het parlement. Ik ben ook wel een stuk fier op um, het feit dat we. We zijn eigenlijk gestart met ons werk door de slachtoffers van het kolonialisme, een aantal rechtstreeks betrokkenen te horen in de Kamer, nee. zonder dat we als parlementsleden mochten onderbreken of vragen stellen. Dat was ons eigenlijk aangeraden door een traumapsycholoog, uh, die werkte in het internationaal strafhof, en die heeft gezegd: van kijk, slachtoffers van dergelijke gruweldaden, uh, of mensen die zichzelf slachtoffer voelen, wat ook authentiek is nee. en wat ook, wat ook waardevol is, mm -hmm. luister daarnaar. Maar weet u dat dat gaat in een parlement? Wij willen allemaal zelf spreken. Nee. Dus als, hey, op de rooster lagen enzovoort. Nee. Microsoft nodig die even. mensen uit, laat ze hun verhaal vertellen. Ik denk uh, dat dat ook een grote noodzaak is. Op de is, manier waarop meenemen. zij zelf ook willen. Dus af en toe als dat emotioneel is, dat, maar reageer niet, mm -hmm. laat dat. Dan is het er ook uit en, en dan kunnen we daarna. En voilà, en, en je ja. toont ook je luisterende houding. Ja, ja, dus ja absoluut. Ja. Vond ik ook wel belangrijk. Absoluut. Ja. Oké, okay. cool. All right, ja. Hopelijk uh, de volgende gesprekken brengen meer op. Voilà. Ja, ze ja, zijn nee, nu eigenlijk uh, afgerond. Reasons, of yeah. wij is nu next pure business? Nee, nee, voorlopig uh, niet. Hè. Dus uh, dat is uh, dat daar op stuk gelopen. Ongoing, yeah. hè, op excuses, hey, maar is het dan hè? gewoon... Ja, maar ongoing. België is goed om dingen forever ongoing ja, te doen. Ja, maken. die commissie, dus, uh, die, 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 ja, maar die commissie is voorlopig afgerond. dus we hebben ons werk gedaan. Alleen de finale stap hebben we niet kunnen zetten, omwille ja. van ja, politieke clash. Ja. Uh, maar het werk is gedaan. De teksten liggen daar, de aanbevelingen liggen daar, de rapporten liggen daar. Ja. Dus we hebben een mooie stap gezet, maar het zou... Ja, een ja, nieuw initiatief uh, moeten zijn. Ja, 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 en, tafel... en dat komt sowieso terug. Ja. Diegenen die beelden, denken van, we duwen we dat weg, we uh, moeten ons niks meer aantrekken van dat thema, die verrijzen zich. Nee, ja, ja. Ja, Absoluut. In de huidige cultuur, zeker en, vast, zeker en vast. Maar nu... Nou, dat doe misschien nog even de toekomst aan bekijken. Um, want we spreken nu over. ja, Waar is dat 100 jaar? Enorme stappen in de goede richting. Enorm, enorm, enorm. Doet daar nog eens 100 jaar bij. Denk ik dat we nog een pak verder staan. Hè. Dus ja, maar hopelijk uh, zal het, het geen 100 jaar meer duren. Nee, nee, voilà. Nou, ik wil maar heer, zeggen. Als we uh, 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 100 jaar al uh, uh, yeah, dat hebben gerealiseerd. dan zal het misschien nog tientallen jaren zijn. En het is ook iets heel generationeel. Vooral die eerste dingen. Ja, maar misschien is er. Misschien is er iets meer afstand nog nodig, dat ze wel kunnen. Uh, mm. dat, dat, dat een aantal politieke partijen of politici nog dat wat meer, meer afstand Dat je het niet meer emotioneel kunt voeren, mm. het argument. Ja, ja het dat, dat de electorale druk ook wat minder groot wordt misschien. Maar dan is het woord excuses helemaal aan de klote. Maar bon. Dat <laughs> <laughs> zullen, zullen we zien. We, zullen we zien? Ja. <laughs> Wouter, Goed. bedankt yes. om je yes. tijd vrij te maken. Dat was dus een tof gesprek. Heel Vond tof. Het uh, was wel... Uh, twee, leuke topics zou ik ze niet noemen, maar... Uh, boeiende toch? Ja, interessant nonetheless. Uh, ja, ja, ja. Ik wil ermee dat ik zich boeiend vind. Laat op nadenken. Alright, cool. Dankjewel. Veel succes. A A heel veel plezier daar.